Goedemorgen. Iedereen van harte welkom in deze online viering vanuit de Walfrideskerk in Hellem. Welkom aan gemeenteleden uit Slochteren, de Woldkerken, Scharmer en Harkstede. Welkom aan al dan niet toevallige voorbijgangers op YouTube of Regio Nieuws TV. Fijn dat u zich allemaal op deze manier betrokken weet bij onze kerken. Het orgel wordt vandaag bespeeld door Bert Kosmeijer. De camera wordt bediend door de immer aanwezige Harry Dijkema. En ik ben Lambert van der Weijden, predikant van Scharmer en Harkstede. En vanmorgen uw voorganger. Het is vandaag zondag Laetare. Dat betekent verheugt u. Wees blij. Vanaf het begin van de 40 dagen tijd zijn we over de helft. Het licht van Pasen schemert al een beetje in de verte. Mijn das is daarom roze. En misschien valt het paasfeest dit jaar wel samen met een versoepeling van de coronaregels. Je weet het maar nooit. Vandaag vieren we in elk geval het zogenaamde Klein Pasen. Maar we staan vooral ook stil bij de biddag van afgelopen woensdag. Een dag midden in de week waarop we het groeiseizoen dat voor ons ligt overpeinzen. Waarop we God vragen ons nabij te zijn in de tijd die komen gaat. Vanuit het vertrouwen dat God er is nog voor wij hem iets vragen, spreken wij woorden van bemoediging. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. En we gaan luisteren naar lied 547 met de boom des levens. Met ons.
Ik zei het net al, het was van de week biddag. En bidden kan heel makkelijk, hè? Je kunt gewoon je handen vouwen, je ogen dicht doen. En dan ben je al in gedachten bij God en dan is God al bij jou. Maar in sommige kerken hebben ze er toch wat extra's aan gegeven aan dat bidden. Een manier van bidden. Zo heb je de Rooms-Katholieke Kerk. Daar gebruiken ze wierook. En de wierook die kringelt dan zachtjes omhoog, zodat de gebeden als het ware op een wolk naar God toe dwarrelen. In de Joodse traditie in de stad Jeruzalem heb je de klaagmuur. Dat is een hele oude muur die deel uitmaakte van de vroegere tempel in Jeruzalem. En in het Jodendom is het de gewoonte om een gebed op een briefje te schrijven en dat briefje dan in die oude muur te stoppen, zodat het gevoelsmatig ook wat dichter bij God komt. Nou dacht ik, wat nou als je die twee tradities een beetje combineert? Dus je gaat wat op een briefje schrijven. Ik schrijf op vrede en vaccin en recht voor mensen die arm en rijk zijn en gezondheid voor mensen die ziek zijn. Dus dat heb ik op een briefje geschreven. En nou ga ik wat met het briefje doen, zodat we het symbolisch naar God kunnen sturen. Dan kun je misschien wel raden wat ik ga doen. Probeer maar, thuis. Dominee Fout graag. En thuis heb ik het met mijn dochter uitgeprobeerd, lukt het erg goed. Mijn live voor de camera is altijd even anders, hè? Niet zo heel lang aan het vouwen hoor. Bijna klaar. Kijk, zo kun je een gebed een beetje laten zweven. Ik ga hem nog even een beetje opleuken. Vind ik altijd mooi. Dan zweeft hij misschien ook nog net ietsje beter. Zijkantjes omhoog. En er moet een staart aan. En dan hebben we ons gebed opgeschreven. Je kunt het ook veel mooier doen. En dan kunnen we het een beetje zo laten zweven. Ja, dat ging niet helemaal goed. Dat ging thuis echt een stuk beter. Nou ja, ik zou zeggen, doe het thuis ook. Schrijf op wat je bezighoudt, wat je dwars zit. Maak er een mooi vliegtuig van en laat hem eventjes zo zweven. Doe je best. Wij gaan lezen uit de Bijbel. De schriftlezing van vandaag is uit het boek Prediker. Dat is ook de lezing voor biddag. Prediker 3, vers 1 tot en met 13. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. De lezing van vandaag is ook berijmd in het nieuwe liedboek, lied 845, Tijd van vloek en tijd van zegen. En een studiegenoot, een collega van mij, is predikant in Londen. In Engeland weten ze wat een lockdown echt inhoudt. En hij heeft tijdens de lockdown daar elke week een lied gezongen voor zijn gemeenteleden, waaronder lied 845. We gaan luisteren naar Bert-Jan van der Lagemaat, die zingt voor ons. Iedere week bespreek en zing ik een lied uit het liedboek. Gisteren op zondag hoorden we een preek over prediker. En het lied van vandaag past daar prachtig bij. Lied 845, Tijd van vloek en tijd van zegen, gebaseerd op Prediker 3. Dat gaat over de tijd. De tekst is van Huub Oosterhuis en de prachtige melodie komt van Henry Heuvelmans. Luister maar. Tijd van vloek en tijd van zegen, tijd van droogte, tijd van regen, dag van oogsten, tijd van nood, tijd van stenen, tijd van brood, tijd van liefde, nacht van waken, uur der waarheid, dag der dagen.
Straks, na de overdenking, speelt de organist voor ons lied 766. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De tekst, de woorden van Prediker, ze zijn bekend. Ze klinken vertrouwd. Alle dingen hebben tijd. Voor alles is er een gepast moment. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Het leven zelf zit nu eenmaal zo in elkaar. De woorden klinken vertrouwd. De woorden zijn herkenbaar. Maar wat we ermee kunnen, wat we eraan hebben, wat het nut ervan is om ze hardop uit te spreken, het is maar de vraag of iemand zich door deze woorden getroost zal voelen als zijn relatie net is stuk gelopen. Het is maar de vraag of iemand zich door deze woorden getroost zal voelen als haar man net is overleden. Het is maar de vraag of iemand zich door deze woorden getroost zal voelen als zijn contract niet is verlengd. Zo zit het leven nou eenmaal in elkaar, is niet wat je op zo'n moment wilt horen. Toch zijn het woorden waar en goed. Toch zijn het woorden die vertrouwd klinken, die we mooi zijn gaan vinden. Waarom is dat? Omdat ze altijd van toepassing zijn? Omdat ze het leven een zeker kader geven? Omdat ze in ons het bewustzijn laten groeien dat het leven nou eenmaal niet over rozen gaat? Dat minder goede dingen nu eenmaal met het leven gegeven zijn? Misschien maakt het op een bepaalde manier de pijn toch draaglijker. Wanneer je midden in je eigen sores kunt beseffen, wanneer je tijdens een lange lockdown durft te vertrouwen, durft te belijden dat het op enigerlei wijze, op enig moment in de toekomst, wel weer anders zal zijn. Dat het op enigerlei wijze en op enig moment in de toekomst toch zeker wel weer beter zal gaan. In die zin geven de woorden een soort van hou vast. Zoals in het verhaal van de koning die gehoord had van een ring. Een hele bijzondere en kostbare ring. Het was een krachtige ring. Een ring die impact had op de drager. Wanneer de eigenaar gelukkig was, dan zou een blik op de ring hem toch wat minder gelukkig maken. Maar wanneer de eigenaar in een ongelukkige situatie terecht zou komen, dan zou een blik op de ring hem telkens weer opbeuren. In het verhaal gaan bedienden er dan op uit om die ring voor de koning te zoeken. En binnen de gestelde tijd lukt het vinden van de ring bijna niet. Op het allerlaatste moment treft één bediende dan zo'n oude man die de wijsheid en het inzicht heeft om deze bijzondere ring voor de koning te maken. Als de koning de eenvoudige ring ziet, wordt hij eerst enorm kwaad. Zo bijzonder is die ring niet. En het doet hem niets. Tot hij de ring wat dichterbij gaat bekijken en het opschrift leest waar staat: het gaat voorbij. Het gaat voorbij. Alle dingen hebben tijd. Prediker verbindt aan zijn woorden, aan zijn wijsheid, ook een hele duidelijke en heldere conclusie. Voor de mens die het goed heeft, voor de mens wie het goed gaat,
is het een niet mis te verstane opdracht om van het leven te genieten. Het is geen oppervlakkig geluk waar prediker dan van spreekt. Het gaat om een diep besef van binnenuit. De woorden van prediker zijn niet bitter. Ze zijn ook niet cynisch. Het is een nuchtere en zakelijke constatering. Misschien ook wel een gouden tip. Probeer te genieten van dat wat je zomaar gegeven is. Je partner, je baan, je kinderen. Dat wat opkomt uit je akker. Leef in het hier en nu en besef wat je hebt. Een plek om te wonen, een land zonder oorlog. Wacht niet met genieten. Stel het niet uit. Denk niet achteraf, wat hadden we toen eigenlijk goed. Maar geniet van het nu. Uiteindelijk weet je nooit wat de toekomst voor jou in petto heeft. Geen mens weet wat hem of haar te wachten staat. In die zin ben je als mens, net als de zaaier uit die bekende gelijkenis. Je strooit maar wat in het rond. Of je het werk zult vinden waar je naar zoekt. Of je relatie leidt tot een lang en gelukkig huwelijk. Of je kinderen met het geloof groot zullen worden. Het zijn allemaal vragen waar niemand een antwoord op heeft. Valt wat jij zaait in je leven niet op rotsen? Eten de vogels er niet van? Schieten er distels op die het gezaaide overwoekeren? Niemand die het jou vertellen kan. De toekomst moet het gaan uitwijzen. Toch wil God je vertellen. Toch wil God jou duidelijk maken dat er van je goede daden wat zal landen in de toekomst. Zaad dat in goede aarde valt, brengt ongelooflijk veel op. Meer dan jezelf ooit voor mogelijk had gehouden. Het is een heldere boodschap in een wereld die hier en nu maar moeilijk te vatten is. Een heldere boodschap. Enerzijds hebben we de opdracht om te beseffen wat er goed is in ons eigen leven. De wereld heeft zoveel moois te bieden. Al was het maar de zon die doorbreekt na een regenbui. Al was het maar de knop van een bloem die openspringt. Heb er oog voor. Besef hoe mooi het is. En vergeet vooral niet daarvan te genieten. Anderzijds wil God ons vertrouwen geven. Vertrouwen voor de toekomst. Niet altijd is het leven mooi en goed. Niet altijd kunnen we door het donker heen uitzicht houden op het licht. Niet altijd zien we het perspectief. Of beseffen we wat de zin is van dat wat we doen. Toch wil God ons dan vertellen dat hoe hopeloos ons zwoegen voor zijn aangezicht soms ook lijkt. Toch wil God ons dan vertellen dat als er maar één druppel valt op de gloeiende wereldplaat, als er maar één druppel goed valt, dat deze ene druppel dan een enorme impact hebben kan. Amen.
Laten we samen danken en voorbeden doen. Eeuwige God, leven vanuit uw visioen, leven met zicht op uw toekomst. Het kan ons zoveel vreugde geven en daarom zeggen we dank u wel. Dank u voor al het goede dat ons zomaar gegeven is. In alle bescheidenheid bidden we ook. Niet om wat we zelf verlangen of wensen, maar om de zorgen die we bij anderen niet kwijt kunnen. De wereld is in nood. De pandemie duurt voort. En het klimaat verandert rap. Mensen zien niet waar het heen gaat. Mensen zien niet waar het naartoe moet. Daarom vragen we om visie en om perspectief. Help ons te geloven in het goede. En leer ons wat we er zelf aan bij kunnen dragen. Ook als het gaat om oorlog en vrede, om rijkdom en armoede, om recht en onrecht, hebben wij en heel de wereld nog veel te leren. Wil ons daarin nabij zijn, immer goede God. Hier en nu, in onze kerken en dorpen, zijn er zorgen die ons bezighouden. Hoe moet het verder met onszelf? Wat brengt het nieuwe groeiseizoen? Waar is het werk dat wij doen kunnen? Laat ons leven vanuit het vertrouwen dat u ons verder helpt. En hoor ons bidden in de stilte. In verbondenheid met u en met elkaar. Amen. Natuurlijk worden ook deze week weer uw gaven gevraagd. De rekeningnummers zijn bekend. De doelen staan in de kerkbladen vermeld. En alles wordt natuurlijk van harte bij u aanbevolen. We hopen dat u het ritme er een beetje in weet te houden wat dat betreft. En vanavond of straks op YouTube, wanneer u maar wilt kijken, is er een zangdienst samengesteld in overleg met de gereformeerde kerken, vrijgemaakt van Harkstede, Scharmer, Schildwolde en van de protestantse kerken die ook meewerken aan deze diensten. Volgende week zaterdag op 20 maart is de dienst om 7:00 avonds ook te zien op Regionieuws TV. Dus als u hem gewoon op tv wil kijken, dan kunt u dat volgende week zaterdag ook doen. Dan sluiten we vandaag af met het lied Om bloesem aan de bomen. En omdat vandaag zondag Laetare is, heb ik toch gekozen voor een YouTube-opname met een volle kerk. Want dat is toch het perspectief waar we naartoe willen leven. Thank you.
Komende week zijn er verkiezingen. En ik heb van mijn vader geleerd dat je als predikant dan altijd even een stemadvies moet geven. En dat is ieder jaar hetzelfde. Ga stemmen, want dan doe je mee aan de democratie. En hoe meer mensen er stemmen, hoe beter onze democratie werkt. Dus bij deze het stemadvies van de dominee. We sluiten af met een gebed om de zegen. Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. En aan ons eind en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God, om ons te ontvangen en thuis te brengen. Amen.